Door de lage waterstand in de Rijn komen er meer riviercruiseschepen bij de Bataviahaven in Lelystad terecht. Dit levert extra inkomsten op voor de haven en zorgt voor meer toeristen in Flevoland. Schepen betalen lichtgeld en we zijn verplicht de elektra van De Wal te gebruiken en die leveren wij. En er komen meer mensen naar Lelystad en dat is op zich natuurlijk ook een goede ontwikkeling. Normaal gesproken in dit seizoen zijn we al gelukkig als er één komt, maar nu komen er zo'n 3 per dag. En er zijn er nog een paar onderweg. We hebben deze maand al 40 meer schepen dan gepland. De lage waterstand zorgt voor een zeer smalle vaargeul. Schepen kunnen elkaar dan niet meer veilig passeren. Rederijen die tripjes aanbieden over de Rijn moeten daardoor hun plannen omgooien. De vakantie gaat wel door, maar naar een andere bestemming. En zo gebeurt het dat schepen afmeren in de haven in Lelystad. Now we today stay in Lelystad, while we have not a guest. Normally, tomorrow we going to Amsterdam to take our guest. And now this is the emergency port. We must actually today we make a cruise to Basel, but now we stay in Lelystad. The level for water is too low. Ook blijft een deel van de schepen langer liggen. Volgende week komt er een, die blijft zelfs 2 weken. En want de maatschappijen hebben veel moeite om de reizen rond te krijgen. En dat betekent dat 2 schepen, dat wordt op 1 schip gezet. En die andere wordt dan stilgelegd en dat gebeurt dan hier. Dus ja, voor de haven is dat een hele leuke ontwikkeling, maar voor de industrie natuurlijk niet.